Dit is Business Club Radio. Voor ICT Valley en Food Valley. Voor ondernemers en bestuurders. En vanavond met Janneke-Louise Muller, directeur Christelijke Hogeschool uit Ede. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio, waarin we zeg maar altijd wel ondernemers en deze keer ook bestuurder ontvangen. En ik ben heel erg blij dat Janneke hier is. Goedenavond. Goedenavond. Er is heel veel over gesproken en het gaat nou gebeuren. De ICT-opleiding bij de CHE, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst eens even beginnen met jou. Wat heb jij eigenlijk allemaal gedaan voordat je bij de CHE kwam? Ja, dat is nogal wat. Dit is eigenlijk de eerste klus of de eerste functie die ik heb binnen het onderwijs. En daarvoor heb ik heel lang bij de overheid gewerkt op verschillende plekken. Ooit begonnen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat als beleidsambtenaar. En voordat ik hier bij de CHE kwam werken, was ik gemeentesecretaris in wijkbeduursteden. Dus dan ben je adviseur van het college van burgemeester en wethouders. En je bent directeur van je organisatie. Ja, en ik zag dat je ook nog eventjes bij de ChristenUnie een voorzittersrol hebt gehad. Ja, is een nevenfunctie geweest. Ja, ja, dus wel druk bezig met ze. Het is altijd leuk om bezig te zijn, ja. Wat voor een opleiding heb je gedaan? Ik heb sociale geografie gestudeerd in Groningen. Dus dat is toen ik op de middelbare school zat. In Friesland ben ik opgegroeid. Wat wil je eigenlijk worden later? Of wat wil je gaan studeren? Wat vind je interessant? Nou, aardrijkskunde vond ik het echt het allerleukste vak wat er was. En dan, sociale geografie sluit daar eigenlijk heel erg mooi op aan. En heb daarin de economische kant gekozen. Dus ja, als het over business gaat, van waarom kiezen ondernemers een bepaalde plek. Ja, precies. Ja. Dat soort vraagstukken. Ja, nou hadden we hier laatst Bart Maas van Eurotol. En die was bezig met het kiezen van een nieuwe locatie in de States. Okay. En dan kreeg je ook dat soort situaties. Ja, dat is, een slimme keuze maken. Daar. Ja, en uiteindelijk blijkt het ook vaak dat de baas uiteindelijk toch wel graag wil wonen waar zijn vrouw ook woont. En dat dat ook nog een bepalende factor is. Nogal. Dat vond ik toen wel een... Ik ken daar een extreem voorbeeld van, maar daar hebben we het nou niet over. Je bent nu als directeur van een onderdeel van de CHE aan de gang. Klopt. Een jaar of twee, hoe bevalt het nou even in het kort? Nee, ik werk kleine 4 jaar nu bij de CHE. Ik ben begonnen bij sociale studies. Mm-hmm. En wij hebben wat gereshuffeld in de directie. En ben nu verantwoordelijk voor een aantal wat meer zakelijke opleidingen. De HRM-opleiding, een bedrijfskundeopleiding. En dus de nieuwe ICT-opleidingen die in de maak zijn. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Je hebt ook een lijstje met je muziek. Ja. Favoriete muziek gekozen. Nou, hartstikke fijn. Daar gaan we meteen naar luisteren. Hier komt Direct als eerste met Times Are Changing.